Hartelijk welkom allemaal bij Bonusstafleur van Lochem, ook wel BSL in Houten, op deze boekpresentatie van het boek Gezondheid organiseren van Miranda Laurent en Hester van Meulen. Maar ik vond het wel heel mooi om een boek op de markt te brengen waarin we het hebben over wat betekent nou organisatie van gezondheidszorg voor verpleegkundigen. En dat in aansluiting bij de Bachelor 2020, maar ook bij de ontwikkelingen die er nu op dit moment plaatsvinden en die we ook nog in de nabije toekomst verwachten. Echte gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte. Nou, daar heb ik in ieder geval lang aan gewerkt nadat ik zelf als voormalig huisarts zo'n 33 jaar geleden zelf een aantal keren ziek werd. En nog een keer dat ik dacht, het is allemaal veel te smal. Het gaat allemaal over dat medische en je kan veel meer doen aan gezondheid bevorderen, herstel bevorderen als je breder kijkt. Ik wil graag het panel uitnodigen. Ik wil jullie van harte feliciteren met dit boek, want ik vind het echt een grote aanwinst. Het is natuurlijk, ik maak het in de praktijk allemaal mee, maar jullie verwerken het prachtig in de relatie tot CanMeds en andere modellen. En daarmee is het heel erg, denk ik, heel erg bruikbaar en integrerend in het algemeen verpleegkundig onderwijs. En ik ben ontzettend blij dat er een boek is wat het over gezondheid heeft. Daar moeten we naartoe en dat hebben jullie prachtig uitgewerkt, dus mijn complimenten daarmee. Ik denk dat wij ongeveer een aantal maanden geleden voor het eerst in aanraking zijn gekomen met het boek Gezondheid organiseren. En het boek triggerde ons eigenlijk meteen omdat het boek eigenlijk een aantal elementen heel goed naar voren brengt waar wij mee bezig zijn in het Haagse ziekenhuis. Namelijk het stukje positieve gezondheid, wat wij in het Haagse ziekenhuis relationeel zorg verlenen. Dat zorgen dat willen we heel graag in het Haagse ziekenhuis implementeren. Dat komt heel mooi in het boek naar voren. En waar we ook mee bezig zijn, wij zijn allebei projectleiders in het Haagse ziekenhuis, is het vormgeven aan een functiedifferentiatie. En wat heb je daar aan competenties voor nodig als verpleegkundige? Dus de bredere kijk in het geheel, ja, daar biedt het boek ontzettend veel handvatten voor. En ik vind het mooi om te zien dat het boek dit de verpleegkundige van de toekomst allemaal leert. Ik denk dat het een boek is wat typisch eigenlijk door het hele curriculum heen gebruikt kan worden. Dus dat beperkt zich niet tot 1 of 2 jaren. Dus het is heel belangrijk dat een curriculumcommissie van tevoren zich bezint op de inzet van dit boek. En welke hoofdstukken in welke jaren gebruikt kunnen worden. Omdat het dan pas echt ten volle tot zijn recht komt. En dan kunnen ze de meer ingewikkeldere hoofdstukken of de complexere problematieken wat naar achteren schuiven. Soms kunnen ze hoofdstukken misschien zelfs herhalen, maar dan toegepast op complexere situaties. Maar dit boek moet zich niet beperken tot 1 leerjaar ergens in het 3e of 4e jaar. Want studenten moeten het als het ware integraal meekrijgen in hun hele curriculum. Dat moeten ze eigenlijk als het ware vanzelf meenemen en in het begin overzien ze dat natuurlijk niet helemaal ten volle. Nou, de docent is er ook om ze dat wat nader toe te lichten. Ja, ik vond het een ontzettend mooie presentatie vandaag en een super boek waarvan ik eigenlijk een beetje vind dat jullie jezelf tekort doen door het alleen zo te presenteren voor verpleegkundigen. Ik zie heel veel aanknopingspunten voor huisartsen, voor paramedici. En zelf werk ik bij Proscope, een organisatie waarvan we vaak zeggen die helpt gezondheid organiseren. En ik haal er ook dingen uit waarvan ik denk, kan er morgen mee aan de slag. Dus mijn complimenten. Ik vind het een super boek, heel bruikbaar.